Dag dames en heren. Van waar wij zitten hebben we een prachtig beeld op de afdaling. U ziet daar een fragment van die afdaling. En die ligt er glibberig bij. Dat zou je niet zeggen op grond van de droogte van de voorbije dagen. Het zou wel eens kunnen verrassend uitpakken. En er zullen equilibristen nodig zijn om dit goed tot een einde te brengen. Het volk is hier altijd van de partij. De Koppenberg is... Van alles wat al geweest is, de grootste klassieke afspraak. Zegt het cliché, het seizoen begint nu. Dat heeft doorgaans te maken met het begin van het slechte weer. Maar daar is het, godzijdank voor de vakantiegasten, nog een beetje op wachten. U kijkt naar de klassieke omloop met de lange klim en de netelige, pittige afdaling. Voilà. Een parcours dat geen tierlantijntjes nodig heeft, geen balken en niets meer. Het is zo al lastig genoeg. Daar staat Sanne Kant. Sanne Kant verdedigt haar plaats als leidster niet, want dat is ze namelijk niet. Dat is Havlíková, de Tsjechische. Kant herkent u wel aan de trui van Europees kampioenen in het blauw. Die zal ze volgende zaterdag moeten verdedigen in Huibergen. Vijf bootjes rond en dan wachten op groen en dan zijn we weg. Ze zijn met 44 en ze komen uit de zeven landen. Er zijn er bijvoorbeeld een paar van Polen komen overvliegen of rijden doodgewoon. Er is ook een Lets meisje bij, er is ook een meisje uit de Zweden hier van de partij. Of die een rol gaan spelen, dat is maar zeer de vraag. Het zijn en blijven dezelfde namen. De bezetting is ook niet die van de wereldbeker. De Amerikaanse vrouwen zijn in grote getale afwezig gebleven. En Lechner die kost voor het budget van deze Koppenbergcross gewoon te veel geld. Lou Sels die won gisteren in Boom en die denkt, gaat er niet mee wachten. Hè? Het is niet Lou Sels, het is Ellen van Looy. Die won gisteren in Boom en die denkt van, ik ben er mee weg. De vrouw van Oudenaarde zit daar aan haar wiel, dat is Wyman. En dan zien we ook Harris al vooraan en Kant. Ja, het zijn de oude getrouwen, hè, Paul? Ja, het zal ook niet direct zomaar anders zijn. Ze zijn van begin af aan mee en dat was ook te verwachten. Het parcours ligt er eigenlijk vrij pittig bij. De afdaling bijvoorbeeld, die ligt meer in de schaduw dan in de zon. En dat zal voor heel de dag zijn. En dat is toch wel uitkijken of dat deze vrouwen daar ook wel meester over zullen zijn. Mocht het geluid van de omroeper u wat storen, wel, we hebben daar geen vat op. Staat keihard en het is best dat hij ons overstemt in de huiskamer. Ik hoop dat iemand daar wat aan wil doen. Ik zie Van Paassen zeer attent naar voren schuiven. Doorgaans zeggen we tegen de mensen op de Koppenberg, je hebt tijd genoeg om naar voren te schuiven. Ja, dat is ook zo. Dus, maar nu neem ik aan dat die vrouwen toch wel een klein beetje beangstigend zijn. Dus ja, blijf maar recht in die afdaling. Gaan ze niet neer voor u. En dat zijn toch fragmenten die je eigenlijk kunt vermijden door vooraan te zitten van het begin van de koers. Hier aan de kop met het nummer 10 een vrouw om in het oog te houden. Femke van den Driessen nog altijd maar 19. 27.08.96. Mm-hmm. En zij heeft blijkbaar geen schrik van het klimmen, van dat klauteren. Hier verlaten we de zogeheten Rotelenberg en trekken we de weide in. Waarna natuurlijk nog lastige partijen komen. Hè? Opletten, dit klassement gaat op tijd. Dus dat wil zeggen dat we straks bij de tweede ronde een bonusprint krijgen. En die ligt daar op een zeer netelige plek. Ja, dat is een zeer moeilijke passage. Daar straks jongens gezien die dat daar toch alle moeite van de wereld hebben om daar behoorlijk boven te komen. Dat zal zeer, zeer pittig zijn. En wat Femke van den Driessen hier laat zien, dat is bewonderenswaardig op die jeugdige leeftijd. Als ze moed hebben, opletten dat je toch geen tik krijgt van de overmoed. Je moet deze cross goed kunnen indelen. Je kan bij wijze van spreken een ronde of twee, drie in zesde, zevende stelling blijven hangen. Op voorwaarde dat niemand ver weg rijdt en toch nog winnen. Ik ben benieuwd hoe ver Sanne Kant nu op haar 25e toch al als klimster komt. Ja, dat is nog altijd werkendag voor haar. En dat daar is ook... ze me nog niet in kunnen overtuigen. Nee. Wat ze in het zand laat zien daarentegen, dat is dan weer wel om u tegen te zeggen. Maar dat echte zware klimwerk, wat niet wil zeggen dat ze vandaag deze cross niet naar haar hand kan zetten, maar dat internationale geweld, die mountainbike meisjes, dat zijn toch wel kleppers en daar moet ze af en toe toch wel het onderspit met elven, ja, met die twee, met die andere
klimgeitjes. Van den Driessen een paar keer in de top 10. En dat is al wel wat natuurlijk op die leeftijd. Dan heb je toch naast de Sanne Kant nog een andere vrouw om naar uit te kijken. Mocht ik van de rest zijn, ik zou mijn cross in grote mate afstemmen op Helen Wyman. Omdat die hier al won, tot 3 keer toe zelfs. En die kan natuurlijk als geen ander zo'n wedstrijd indelen. Mm-hmm. Ook al is nu Jolien Verschuren, die dat, waar we toch weet van hebben dat zij ook geweldig omhoog rijdt. Van het begin van de wedstrijd mee vooraan. En dat is voor haar zeer goed, want anders moet ze altijd van zo ver terugkomen. En dan is het kalf eigenlijk al een beetje verdronken. Aan het wiel van Wyman is Talita de Jong. En die heeft ook de jeugd nog mee. Die is ook nog maar 21. Wat dat betreft heb je toch vooral in Nederlands hoek een paar vrouwen die opschuiven. Net als deze Femke van den Driessen. Die daar voorbij komt aan de balk. De balk die dus vooral telt vanaf ronde 2. Maar als die goed functioneert, dan geeft hij nu al de verschillen aan. En dat is vooral omdat de letters groot genoeg zijn. De cijfers met andere woorden interessant voor de achtervolgers. Voilà, 10 seconden. Ja, dat is bijna niet te geloven. Hetgene dat we nu zien, Femke van den Driessen op de Koppenberg. Zo naar de leiding gereden, sterk van haar. Verschuren ook al wat meer ervaring. Al is het nog maar het tweede seizoen dat ze echt meedoet aan de top. Ik ben benieuwd hoe ze straks de afdaling gaat nemen. Want daar zei jij vorig jaar al, daar heeft ze toch nog veel schaafwerk. Mm-hmm. Dat is ook zo. En ja, vandaag ligt het er dan vrij spectaculair bij. Toch? Jawel, absoluut. Ondanks dat er niet de zware regenval is geweest. Deze bocht nog niet, hè? Nee, nee. Bocht 1 niet. Maar vanaf bocht 3 is het toch wel alle hens aan dek. Dus dat moet nu gaan gebeuren. De tweede, dat is goed onder controle, heb ik de indruk. Voetje los, is dat het signaal van ai? Ja, maar er is niks mee met dat voetje los te doen. Dat hebben we daar straks bij jongens gezien, die dat een pak meer ervaring hebben. Maar hier zie je toch dat de geroutineerde vrouwen, een beetje op leeftijd al, dat die toch nu terugkeren op Femke. En ze gaat tegen de grond. Femke is dus niet geroutineerd. Nog niet. Van welke leeftijd ben je als vrouw geroutineerd? Ja, ik denk toch wel dat je een klein beetje crossen, ervaring moet opdoen. En dan denk ik dat je richting de 24 jaar moet gaan om te zeggen van ik heb hier alles onder controle. Kijk hoe je aan de ruimte en de plaats wint als je uit de loopschool komt. Zag je Verschuren? Ja, ik heb Verschuren gezien, maar die daalt dan ook zo slecht. Ik denk dat dit meer een fragment van haar is van meer schrik dan van kunde. Maar ze komt wel naar de kop. Ja, ze zit vlak in de buurt en dat is hoopgevend voor haar. Want zo vlug of zo vroeg in de wedstrijd, zo vooraan zitten, dat heeft ze nog nooit voor elkaar gekregen. Uitkijken daarmee. Maar ze rijdt de jongste tijd wel geregeld. Top 3, hè, Paul? Jawel, ze heeft enorm... Al moet ze dan wel meestal uit de achtergrond komen. Mm-hmm. Ze heeft enorm progressie gemaakt dit jaar. Dat is een feit. Het is algemeen geweten. Het is eentje om in de gaten te houden. En ze klimt goed. Dat was van dag 1. Ik herinner mij nog dat ze van... Hoe noemden we het ook alweer? Ze zat vroeger in een andere bond. Was het de LRC of zoiets? De landelijke recreatieve crossers. En nu zit zij bij het grote geweld en... Het is knap om naar te kijken. Heb jij Havlikova op de deelnemerslijst gevonden? Nee, ze is er ook niet. Leidster? Nee. Dus die mogen we dus schrappen. Dus Verschuren gaat hier eigenlijk vol voor de leiding in het B-postklassement. Mm-hmm. Het is vreemd dat iemand die de leiding neemt door met allure en met overmacht de eerste manche te winnen in de ronde, dat hij al verstek laat en de eerstvolgende cross. Ja, weliswaar. Misschien iets in eigen land voor haar rekening wil nemen. Of, een verplichting. Europese kampioenen willen worden? Well, dat is nog ver weg. Ja. Het is niet volgend zomaar... weekend, ja, zaterdag, Bergen. Ja, maar dat klein beetje. Nochtans, ja, het nieuwe reglement. Ja, ze moeten 40 minuten rijden. Dat is wel heel, heel zwaar voor de vrouwen. Maar daar ga je niet van dood. Nee. Hier zien we Ellen van Looy. Dan zien we daar kapteins komen. Mo-kapteins of Maud-kapteins. Ook nog maar 21. En dat is wat er in de achtergrond gebeurt. Daar gaan we tegen de grond. Gelukkig op een plek dat dat niet echt veel last of pijn berokkent. Dat was Axel Bellaert uit Stalhille. Komt van de cross. Hier Harris, die al een hele poos tegen die winstplaats aanleunt. Iedere cross de voorbije 2-3 weken denken van nu gaat het gebeuren. En het komt er niet van. Waaraan ligt dat dan? Ja, aan wat ligt dat? We hebben ze ook al een paar keren op pittige plaatsen weten tegen de grond gaan.
En dat zijn fragmenten die mogen gewoon niet voorkomen. Want dan het zijn details, ook bij deze categorie. Elk klein detail kan fataal zijn. Daar hebben we ze. In de rechte lijn. Dan kunnen we ook eens zien wat de rondetijden waard zijn. Links zie je de tijd lopen, inclusief de startzone. En de netto tijd van de ronde, dat moet diegene rechts zijn. Dat is een goede bediening. 8:37 is een goede 20 seconden gedaan voor die startzone. De beloften die deden er circa 8 minuten over. Dat is een keertje 8-1, 8-2. Ik heb het dan over de ronden in het midden van Nikos. Ik ga die uitslag nog niet verklappen, omdat we dan nog een samenvatting van meegeven. We zien hier De Jong draaien, dan kapteins. En hier vooraan komt het tot een samensmelting van Dries Gets, die nog niet gewonnen. Zit daar als Belgische toch nog altijd voor Sanne Kant. Ja, dat heeft ze dan net voor elkaar gekregen. Daarnet de passage aan de finish was dat net omgekeerd. Nu Femke terug overgenomen en weggereden van deze Sanne Kant om proberen aan te sluiten vooraan. Sanne Kant die voorlopig alleen wint in het zand. Ja. Zeg wel voorlopig, hè? Mm-hmm. Het is een vaststelling. Eenmaal van het moment dat het zwaar bergop gaat, de koersen buiten categorie, ja, daar moet ze een klein beetje achterna huppelen. Het is iets te grof uitgedrukt, maar we moeten daar zeer voorzichtig mee zijn. Omdat ze gewoon de vrouw is waar dat alles om draait bij ons in België. Maar voorlopig is dat gewoon de vaststelling, een feit. Waar is Ellen van Looy gebleven? Ziek, vorig weekend. In Boom gisteren wel nadrukkelijk gewonnen. 38 seconden voor kapteins en 54 seconden voor zelfs die derde werd. Mm-hmm. Ik zie haar niet hier mee vooraan. Het is natuurlijk ook vaak zo dat als je na ziekte hervat, dat je eerste race zeer goed is en dat je dan toch nog een terugslag krijgt. Ze knokt. Ze rijdt op de 8e plaats, maar ze is wel doorgekomen op 14 seconden. Dat is al een behoorlijk gat. Sanne Kant die ook knokt om toch aansluiting te vinden bij de top 4 hier, waarbij twee vrouwen van het Telenet Fidea-team, daar hebben we hier Kant. En in de achtergrond zien we Talita de Jong met het nummer 7 en Van Looy die inderdaad bezig is. Klopt. Met een inhaalrace. Haar start wellicht gemist. En daarachter dan kapteins met het nummer 8 weer in loopfase verschuren. Ja, dat doet ze vaak. Niks mis mee, maar als anderen dat niet doen, ja, dan heb je op termijn heb je dan een klein probleem. We gaan eens zien hoe het komt. Hè. Waarom stapt ze af? Omdat ze zich daar vastrijdt? Ah ja, dat is zeker. Hè. En dan denk ik dat ze heel snel... Oeps. Ja, ze draait de knop. Een hersenkap opzij legt en zegt van, ik ga lopen. Ze draait de knop heel vlug om, terwijl dat het ene voetje nog maar amper uit het pedaal was. Ze zou nog kunnen corrigeren hebben. Maar dit meisje, die gaat nog enorm progressie maken. Op termijn, als die nog 2 jaar volhoudt, en dan spreek ik natuurlijk over Jolien Verschuren, ja, dan gaat zij gewoon worden meespelen op termijn op alle koersen. Maar denk je dat dat komt als je al 25 bent, laten we zeggen? We hebben haar voor het eerst zien openbloeien op haar 23e, 24e. Dat is laat, hè? Ze komt ergens van een soort van landelijke rijvereniging. Maar dat dan klopt. Op de fiets, hè? LRC, dat klopt helemaal. Maar aan de andere kant, en dat is een klein beetje in haar nadeel, dit is ook nog een voltijdse kleuterjuffrouw. En dan is de vraag, dat gaat altijd prioriteit krijgen. Ik zie dat Wyman het daar wat moeilijker krijgt. Ja, en ook Sanne, die dat alles openspelt. Dus de rits helemaal open. Het is dan behoorlijk warm, 18 graden. En dan nog bergop en dan misschien niet de beste dag. Dan heb je een dik probleem. Schrijf maar op dat Jolien Verschuren deze cross kan winnen. En Femke? We zullen niet zeggen dat ze hem gaat winnen, maar ze kan hem wel winnen. Ze heeft er namelijk alle allures voor en ze is ook zo vederlicht gebouwd dat ze wellicht in de loop van deze cross het best met die berg zal blijven omgaan. Je ziet dat Harris toch ook al een gaatje moet laten. Dat tempo lijkt ook al wat te hoog te liggen. Maar ik denk zo in mijn achterhoofd dat het hier bij Harris en ook bij een aantal anderen vooral gaat om schade beperken, niet te veel tijd prijsgeven. Het moet misschien in Huibergen gebeuren, hè, want wereldkampioenen worden, dat kan ik niet, maar Europese kampioenen misschien wel. Huibergen, waar dus dat EK betwist wordt. We gaan naar die tussensprint, hè. We gaan naar die boog. En Verschuren wil daar de volle 15 seconden pikken. Terwijl dat Van den Driessen zich verkeerd schakelt en vastreedt. En dan komt Harris, die daar ook naar loopfase moet overschakelen. En daar komt Wyman. Het is voorlopig België, Groot-Brittannië.
Wijmen die dus wat verderop in Oudenaar de Boom. Dus 15 seconden voor Verschuren, dan 10 seconden voor Femke van den Driessen. En nog 5 voor Nicky Harris. Sannekant is buiten de seconde gevallen. Ze staat in het klassement voor de B-post op de 4e plaats. En vermits Havlikova niet van de partij is op plaats 3. Ja, maar nu verliest ze zoveel seconden. Het was al 27 en ze moest nog zich helemaal terug op gang trekken. Zal ik eens wat zeggen? Vorig jaar stond ze in het klassement na 2 races nog verderop. En toen begon ze aan een inhaaljacht in november en december en kwam ze uiteindelijk nog zeer dicht bij Van Looy, die eindwinnaars werd. Terug de materiaalpost binnen, hopen op het betere materiaal. Dan spreek ik niet echt over het materiaal, maar andere tubes eventueel. Heb je er een verklaring voor hoe het komt dat, ondanks het droge weer en de 17 à 18 graden die we halen, dat die ondergrond toch wat sompig gebleven is? Ja, het is raar, maar de kassei bijvoorbeeld, die heeft nog nooit zo glad geweest zoals hij er nu bij ligt. Ook nog een beetje modder erop. Het is echt te voet breek je eigenlijk armen en benen, bij wijze van spreken. Gaat het parcours met het zicht op de race bij de profs nog van uitzicht veranderen, van bovenlaag veranderen? Gaat het wat droger worden? Weinig. Het weer heeft weinig invloed. En als je ziet waar dat alles om draait, deze strook, die krijgt maar een klein beetje zonnestralen. Die bomen, die Canada's neem ik aan, die houden alles tegen grotendeels om het parcours terug om te toveren in een iets meer aanvaardbaar voor de crossers. Maar dat is niet. Je ziet dat maar blinken. Dat is gepolijst. Dat gaat echt geen invloed meer hebben. Voel jij je in je sas op zo'n terrein? Ik heb het over de afdalingen. Bergaf geen probleem. En maar bergop, dat is een ander verhaal. Ja. Dat is een catastrofe. Was. Dat nu nog. Het betert dus niet met de jaren. Nee, en het zal ook nooit veranderen. En je hebt geen zin om aan te werken. Helemaal niet. Diëten bijvoorbeeld. Maar deze die we nu in actie zien, die voelt zich wel in haar sas. Ja, zie je, hè. Terwijl dat Femke van den Driessen een paar keren tegen de grond heeft gelegen en het resultaat is zichtbaar. Hè? Een Verschuren die gaat dus bergop blijven dansen. Ja, ja. Ze zal zich wel beredderen in de afdaling. Harris heeft natuurlijk veel meer ervaring, ondanks het feit dat ze niet zoveel ouder is dan Jolientje hier. Jolientje die nagenoeg voor eigen volk rijdt. Kruishoudt hem in vogelvlucht. Zover zal het niet zijn, hè? Het land van het Hof van Kleve. Oh, oh. Nee, dat is niet zo ver van hier. Maar ze zweeft erover, hè. Wat zou dat wegen, dat kleine meisje? Ik dacht dat jij dat wist. Nee, daar ben ik nog niet achter gekomen. Maar het is echt een prutsje dat je bij wijze van spreken zomaar zou kunnen optillen. Zou een opsteker voor Femke van den Driessen zijn, mocht ze erin slagen om dit niveau te houden? En uiteindelijk aan het eind van het verhaal een top 5 plaats eruit halen. Mm-hmm. Een top 3 eruit puren zou nog chiquer zijn, uiteraard. Daar zal ze moeten voor vechten, hoor. Dat denk ik ook wel. Maar het is wel een opsteker voor haar om dit eigenlijk te verwezenlijken aan de leiding rijden in misschien wel de zwaarste van alle crossen. Harris, ik denk terug aan Valkenburg, waar ze volgens mij misschien wel de beste was in de race, maar technisch tekort kwam tegen Lechner. Weet je nog? In de afdaling op een en dezelfde plek 2 keer in de nadar. Ja. We hebben toch al kunnen achterhalen wat dit kleine meisje eigenlijk weegt. 46 kilo. Ja. Een echte volle zak cement van vroeger. Het wordt stil in de cabine. Ja, dat is echt waar. Die weegt minder dan een zak cement. En dan is het logisch dat je ook geweldige mogelijkheden hebt. Wat voor een aantal mannen al zwaar genoeg is om te tillen, hè? Dat denk ik wel. Dat is zelfs verboden geworden. Hij is op 15. Hij is gehalveerd nu. Hier hebben we Van den Driessen op zowat, even kijken, 23 seconden. Dan komt Wyman hier voorbij op 27 seconden. We zien dat omdat het scorebord hier vlak tegen onze neus plakt, bij wijze van spreken. Sannekant, die maar niet in haar ritme komt, die komt hier voorbij op ruim 40 seconden. Zit zij ook al een week verderop. Dan hebben we daar Ellen van Looy. En Ellen, dat gaat al naar 50 seconden. En dan komt daar Talita de Jong, fraaie naam van het Labo Live Women Cycling Team. Ook dat is meer dan een mondvol.
Christophe is van de partij. Christophe, doe maar. Zeker, want de weersomstandigheden zijn magnifiek, Michel. Ik moet zeggen, nu nog altijd zijn de mensen van bij de start naar boven aan het wandelen op die Koppenberg. En ze zijn er nog niet, want het is, er is gigantisch veel volk. Wij staan bij de manager van Sanne-Kant, onder meer Christophe Roodhoofd. Vijfde op dit ogenblik, op meer dan 35 seconden al. Dan kan je niet spreken van een superstart. Nee, voor te winnen zal dat inderdaad al niet meer kunnen, denk ik. Het is niet 100% haar parcours, heeft hij nog nooit gewonnen. En ze zal waarschijnlijk ook vandaag niet doen. Nee, want dat is de vaststelling inderdaad. Gieten, Zonhoven, de zandparcours, daar is zij de nummer 1. Daarachter is er misschien nog werk aan de winkel of gaat dat dan nooit meer komen, zeg je, bergop? Oh, nooit. Ik zal niet zeggen dat dat nooit meer komt, maar top zal dat inderdaad nooit niet zijn. Dat verwacht ik nu niet. En dat warme weer is inderdaad mooi voor de toeschouwers, maar voor Sanne is dat niet echt wat zij graag heeft. Ja, nog één ding, hoe kijk jij nu als manager van de ene ploeg naar een concurrente, namelijk Jolien Verschuren, die hier toch wel ja, mooi werk aflevert? Ja, inderdaad, heel mooi werk. Ze heeft hier ook een parcours dat 100% past, denk ik. En Jolien maakt zet stappen. Hè. Ja, dat is iemand die op deze parcours de betere of de beste kan worden, denk ik. Dat is duidelijk, dankjewel. Het klopt. Zien wat ze waard is als de waaier, als de spreidstand wat groter wordt aan de top. Als het internationale geweld, Legner, Havlikova en zeg maar Vos. En dan Ferrand Prévost, als die erbij komen, wat ze dan waard is op haar nieuwe plekje. Of ze dan kan aansluiten bij die top, die zijn er dus allemaal niet. Die komen hooguit terug in de winterperiode. En van sommigen weten we nu al dat ze dat niet zullen doen. Vos met zekerheid niet. En PFP, zoals ze in Frankrijk wat liefkozend genoemd wordt. Pauline Ferrand-Prévot, ook een van de geliefde crossers van Paul Herreigers. Het is klein de kans dat zij nog in het veld zal verschijnen deze winter. Ja, dat wordt gesuggereerd, maar de vraag is, zal ze weer niet opduiken richting kerstperiode om dan toch weer in Zolder uit te pakken? WK. Ja, die kunnen dus heel voorzichtig zijn met hun uitspraken om dan plots toch terug te keren in het veld. Ja, met de gevolgen en met de afloop die dat onvoorspelbaar zijn. Ook al omdat ze de wereldtitel op de weg heeft moeten laten liggen, zou het wel eens kunnen dat ze wat vroeger weer honger krijgt. Maar god, ja, dan heeft ze dan net daarvoor, geen maand daarvoor, de wereldtitel gehaald in het mountainbiken. En op wat voor een manier gewoon van start tot finish de wedstrijd beheerst. Wordt dan geschreven bij gebrek aan concurrentie. Dag jongens. Kant op zoek naar Helen Wyman. Zou die zichzelf wat verkeerd ingeschat hebben in de beginfase. Hier zien we van de 3C toch nog altijd voor Harris uitblijven. Even kijken, de cross is nu 21 minuten en pakweg 40 seconden bezig. Dat is echt een zware karwei. Jawel, jawel, jawel. Ja, ze sparen ze niet. Ze krijgen ook de kans om zeer veel wedstrijden te rijden. Het is een verplichting geworden voor de organisatoren van veldritten. Om ook de vrouwen eigenlijk hun kans te geven. Hele interessante overwinnaar bij de juniores, Seppe Rombouts. Zijn eerste overwinning van het seizoen. Vrijwel altijd goed voor herenplaatsen. Maar vooral daar waar de parcoursen wat pikanter worden, waar er wat meer hellingen op het traject liggen, daar komt hij goed uit de verf. Dat was ook al het geval in Valkenburg. Seppe Rombouts. Er stond eigenlijk geen maat op. Eén keer goed doorgetrokken van onder tot boven. Zei dat is dus op deze plek. En neem de kasseien maar bij. En alles weggefietst. Uit Huustwezel onthouden. Omdat ook bondscoach Rudy de Bie ons daar attent op gemaakt heeft. Let op, dat is een goed manneke. Hier van den Dries die afstand neemt van Harris. Ja, en dat zijn ineens een pak seconden en heel veel meters doorgekomen op exact 20 seconden. Voorlopig geeft de jeugd hier rijles. Ja, Femke van den Dries al heel lang aan het koersen. Zelfs gesignaleerd bij de aspirantjes waar dat ze eigenlijk alles won. In haar leeftijdscategorie. Heeft zij een verleden, bedoel daarmee ouders, grootouders die gekoerst hebben? Ja, de exacte voornaam ken ik niet, maar daar zijn wel echte van den Drieses. En daar is ook zij eentje van uit voortgevloeid. Geen familie van Saartje? Dat denk ik niet. Saartje kan behoorlijk fietsen, maar dit niveau zal net iets te hoog gegrepen zijn voor haar. Niet.
Hier neemt ze het zekere voor het onzekere. Je kunt ze het niet kwalijk nemen. Ze verliest er eigenlijk geen tijd mee. En de garantie om recht te blijven is helemaal wel daar. Gaston Roeland zou zeggen, bij die looppassages heeft een schone foulée. Een foulée, ja, ja. Ondanks het feit dat haar benen niet ellenlang zijn, heeft ze wel een goede spreidstand bij iedere trappassage. Ja, en zij moet dus die fiets meesleuren. En dat getuigt een klein beetje van een andere manier van lopen. Maar in ieder geval, ze doet het behoorlijk en ze gaat gewoon de grootste koers uit haar carrière nu binnenhalen. Daar ben je nu al zeker van? Ja, ik zie het daarachter niet zo direct meer goed komen. Ze heeft haar ritme gevonden, ze heeft haar lijnen uitgezet. Ze kiest iedere keer voor veiligheid en dat gaat daar echt geen meer dan windeieren opleveren. En dat ze gaat niet alleen kunst. Deze wedstrijd winnen zonder ongelukken, maar ze gaat ook nog eens een flinke voorsprong uitbouwen. Zonder een verzwakking zou dat misschien wel eens naar drie kwart minuut kunnen gaan. En op die manier gaat ze ook een uitstekende zaak doen in het tussenklassement voor de Bpost Bank Trofee. Dan wordt ze riant leidster. Zou het kunnen dat de kanter toch wel een beetje doorkomt nu? Een klein beetje beterschap. Maar dat is op karakter dat ze nu al aan het rijden is, want dat heeft ze natuurlijk ook niet graag. Hè. Op deze manier op haar plaats gezet worden. Zij is die wat jojo speelt met Van den Driessen daar nu weer wat afstand van neemt. Uh-huh. Wyman zit niet ver. Heeft bij wijze van spreken een ronde erin gelast om weer op haar positieve te komen. Om dan weer een hoger ritme in te schakelen. Op naar het benedenland. Weg van de berg. Richting materiaalpost. Het zijn er twee. Eentje onder, eentje boven. Waar je hartslag weer tot wat meer regelmaat kunt dwingen. Het kunt laten zakken. Maar dan toch weer opletten voor de volgende opdracht. Lekker ouderwetse aankomstplaats ook. Niet gaan zoeken naar van die korte dingen. Nee, en goede lange aankomstzone waarin je de renners van ver ziet komen. Ik zie dat graag. Ja. Dat was in jouw kochzijde ook zo mooi. Op de Van Dammestraat. Ja. Daar komen ze. En dan hadden ze nog 300 meter te crossen. Mm-hmm. En nu op het vliegveld aankomen. In het land van niets. In de polder. Hier. De rest komt nog niet de bocht uit. Ze ligt een straat voor. Jolien Verschuur. Niet te breed, want rechts, waar dat het donker is, is het zeer diepe modder. Daar heb je Van den Driessen. Dus ik neem aan dat we eerst nog Harris zullen krijgen. Daar komt Harris. De chrono die tikt nu al 20 seconden weg. Voor Van den Driessen mag je daar toch nog een seconde of 7, 8 bij doen. Ja, dan is Verschuren wel helemaal onder stoom gekomen. Als het ik wat te overdrijven, 3-4 is genoeg. Dat zijn er 34 voor Harris en pakweg 37 voor Femke van den Driessen. Is er nog iemand op komst? Ik zie in de rechte lijn geen kat meer. Het wordt een walkover. Ja, wie had dat verwacht? Ja, iemand die de uitslagen goed nagekeken heeft, hè, de vorige week. Hè. Of de uitslag van vorig jaar. 1 Sophie de Boer, 2 Jolien Verschuren op 11 seconden. Aha. Het zat eraan te komen dat vorig jaar al. Dat is iets anders, dat is een heel ander verhaal. Vorig jaar voor Sanne Kant. Van Paassen 4e, Harris 5e, Ablikova 6e, Van Looy 7e en Wyman 8e. Ja, en dan is hij halverwege het seizoen een klein beetje ingestort om af te zien. Maar ja, hoe dat ze nu teruggekeerd is, weergekeerd is, dat is een ander niveau. Een andere meid dat we nu aan het werk zien en sterk voor de dag komen. Ja, ze moeten het ook hier doen, hè, want de volgende wedstrijden voor de Bpost Bank die zijn in Hamme, in Essen, in Antwerpen en in Loenhout. Dat zijn 4 vlaktecrossen. Daar gaat ze het moeilijker hebben om te winnen. Amai. En ze heeft nog overschot. Haar mondje ging nauwelijks open. Je reageert niet, Paul. Ik zei 4 vlaktecrossen. Ja, dat wordt moeilijker om te winnen. Maar ze heeft progressie geboekt. Ze heeft progressie geboekt en ze gaat overal wel haar mannetje staan. Het is niet dat ze zomaar nog crossen gaat tegenkomen.
in het zand eventueel kan ze misschien nog een klein beetje in de problemen komen. Maar voor in de Antwerpen dus? Ja, dat is een ander verhaal. Maar voor de rest denk ik dat ze enorm, enorm vooruitgang geboekt heeft. En dat is gewoon een bewezen materiaal dat er voor de dag is nu. Ze zal natuurlijk ook dubbel en dik gemotiveerd zijn hier, omdat ze voor eigen volk crosst. Er is ongetwijfeld verschuren volk opgekomen hier naar de Koppenberg. En dan drie ze weer in de bergzone voorbij haar. Dus het is in de afdaling dat het zitten heeft. Het is er zijn zones waar dat ze enorm sterk is, Femke van den Driessen. En dan springt ze terug over Nikki Harris. Dus dat is een gebrek aan techniek in het daalwerk. Een gebrek aan techniek toegoer. Dan zou je zeggen van neem iemand onder de arm die zich daarmee bezighoudt. Ja. Maar ze doet het in ieder geval behoorlijk. Hè? Dus haar stijl, als je die bekijkt. Maar het allerbelangrijkste is haar ouderdom. Hè? 19 jaar en nu op dit soort omlopen voor de dag komen. Dat is geen ouderdom, Paul. Dat is jeugd. Hè? Dat is jeugd, dat is echt waar. Maar dat is ook, leeftijd. Dat speelt echt in haar voordeel. Hè? Ik denk dat we nu zelfs een klein beetje euforisch mogen worden dat we iemand ontdekt hebben die dat zich ontpopt op dit soort omlopen. Oké, Paul wordt euforisch, Christophe. Ja, daar kan ik perfect in komen. En wij ook een klein beetje, als we zien wat de verschillen zijn bij het opdraaien van de weide op de Koppenberg. Dus na het beklimmen van dat eerste gedeelte, Verschuren heeft daar een voorsprong van meer dan een halve minuut, 35 seconden op van den Driessen met Harris in het wiel. En dan Kant en Wyman op al 1 minuut. Ja, het is bijzonder veel. En we zijn een half uur bezig, dus nog een goed 10 minuten doorbijten. Dat gaat vlot. Ze rijdt ook. Het is zoals Mark Bol, de omroeper, zegt. Als een hinde. Ja, dat is niet overdreven. Nu, om van bij een landelijke vereniging die stap te maken, dan moet je natuurlijk gesport hebben van je prille jeugd. Hè? Want anders doe je dat niet, hoor. Je moet een basistalent hebben om hier die stap naar de top van de vrouwencross te zetten, ook al moet je die vrouwentop niet al te hoog inschatten. Hè? Alle respect, maar we zitten nog niet op mannenniveau. Knap wat ze hier weer doet, dat hebben we er nog niet zoveel zien nadoen om hier helemaal boven te rijden. Ja. De appreciatie zwelt ook aan. Dat hoor je aan de reacties van het publiek. Zich weinig van aan. Ze doet maar verder en dat is maar best ook. En blijft ook mooi dansen. Daarboven naar de top. Daar ziet Van den Driessen, als het tenminste het hoofd wentelt, wat haar achterstand is. Ik neem aan dat ze dat ook in de post zullen zeggen. Ook zij trekt zich helemaal naar die streep toe. Dat is op 4, 5, 6, 37 seconden. Daar komt nu Nikki Harris naar boven. Die moet daar wat bijpikkelen om de top te halen. Die zit op 43 seconden. Van den Driessen heeft straks in de slotronde deze voorsprong nodig om te overleven in de afdaling. Jawel, dat heeft ze absoluut nodig, want ze heeft zelfs een paar keer kennis gemaakt met de grond. Als Harris wil achterhouden, dan heeft ze toch wel een seconde of 15 nodig om zeker te zijn. Ook met de grootste voorzichtigheid in die korte bochtjes Verschuren. Dan komen we hier bij Kant. Het kopje wat schever, nog schever dan we gewoon zijn. Dus het draait niet zo lekker. En gewoon geen risico's. Gewoon wat bijpikkelen en af en toe wat schaven met de voetjes. Ja, afremmen met de voeten. Wyman die niet wisselt. Dus laten we zeggen op de hoogte van Kant uit de post zal komen. Daar zien we ook Talita de Jong. Ik denk dat het ook voor de twee vooraan, de twee Belgische vrouwen, iedere keer een opluchting is als ze die afdalingszone voorbij zijn. Uitkijken. Ze gaat heel dicht tegen het volk. Dat kleine beetje groen nog zoeken dat er te rapen valt. Want als je het niet gewoon bent, die kuil in zo'n oven, die is schrikwekkend. Maar dit moet daar niet voor onderdoen. Hè? Dit is een ander verhaal. Het zand dat is nog behoorlijk braaf. Maar hier weet je nooit wanneer dat het noodlot toeslaat. Ze kunnen voor u tegen de grond gaan. Je kunt beginnen schuiven. En dan is er geen ontkomen meer aan. Er zit, me dunkt daar ook wel wat te knoeien. Wil wel kosten wat het wil in die klikpedalen blijven.
En Kant onvervaard op het wiel van Wyman. Wyman wat breed buitenom. En Kant had ik wel verwacht in de loopfase binnenom en er dan voorbij. Dat is niet slecht. Het gevaar ontwijken. We gaan naar de slotronde. Het is toch wel een post voor de boeg, alvorens hier aan de streep voorbij komt. Maar gezien haar tempo, gezien haar ritme, gezien haar kwieke gelaatsuitdrukking, ga ik ervan uit dat ze alleen maar aan uitbouwen toe is. Laten we ook niet vergeten dat ze die bonusseconde al meegenomen heeft en dat ze die ook aan de streep nog gaat meepikken. Hè? Ja, ze haalt het op die manier het onderste uit de kan. Zie je wat we bedoelen? Achterstand van Harris toch weer gehalveerd. Maar ze heeft ze in tegenstelling tot de voorbije ronde niet te pakken. Nee. Van den Dries klimt met andere woorden beter. Harris op die vermogensstrook weer weg van Kant. Ja, Kant verliest het wiel van Harris. En toch heeft de Kant een uitstekende zomer achter de rug. Haalden ze gemiddelde die ver boven die van de vorige jaren lagen. Dat gaat misschien allemaal tot zijn recht komen in de belangrijkste of o zo belangrijke periode. Laatste ronde. Laatste ronde voor Jolien Verschuren. Nogmaals, vorig jaar tweede. Dat ziet er nu helemaal anders uit. Zeer riant. De vorige passage had zijn halve minuut. Hè? Komt nog niemand uit de bocht. Hier zit Van den Driessen nog in de lowlands, in de lage landen daar. Aan de B-post banktent. En ze wordt onder druk gezet. Ja, het is zo'n kleintje. Ze komt amper boven de spandoeken uit. Van den Driessen kan klimmen. Ik hoor de omroeper zeggen dat zij voorlopig de snelste tijd op de Koppenberg neergezet heeft. Aha. Dat heb je natuurlijk als je onder druk staat. Ze komt hier door op 45 seconden. Laten we zeggen, dat is toch een goede 12 of 13 seconden erbij. Dan komt hij hier ergens op 53 seconden. We blijven de nadruk leggen op die verschillen, die oplopende verschillen, omdat die van belang zijn. Die zal deze Verschuren in dat B-post Bank Trofee klassement kunnen gebruiken met het oog op al wat volgt. Baal is de eerstvolgende omloop die haar toelacht. En dan zijn we al nieuwjaarsdag. Hè? Dat is al heel ver weg. Dan zien we Wyman met de kanten passeren. Dat is al op een minuut en een kwart. Dan hebben we Talita de Jong. Dat is op 1.22. Als ik even doorreken voor Sanne Kant, dan ziet het er naar uit dat zij ook op Verschuren straks een kwak gaat krijgen in het algemeen klassement voor de B-post van 3,5 minuut. Lekker spannend. Werk aan de winkel. Spannend. Elke koers tot het uiterste gaan, wil dat zeggen. Staat nu op Verschuren al op 1.39. Reken daar nog eens de bonusseconde bij. En dan kom je al aan bijna twee volle minuten. Dan nog eens het verschil hier. Dan zul je goede papieren moeten voorleggen om dat nog dicht te rijden. Tenzij Kant zegt van ja, ik ga me niet bezighouden met die klassementen. Misschien er eentje eruit pikken, want ik wil weer de kant. Ja, dat is iets heel anders, hè? Dus, want zij zal ook niet meer aan de start komen van die kleinere koersen tussen haakjes, waar dat nog altijd gekoerst wordt op leven en dood. En dat is allemaal het verhaal van Prevost, hè? Dus waar dat zij het onderspit moest delven tegen een meisje dat amper 6 à 7 koersen had gereden. En dat, ja, daar heeft ze toch wel iets van overgehouden. En ze wil het ook op die andere manier gaan proberen. Maar dat is een verhaal dat zo oud is als de cross zelf. Ja, maar het is een feit. In 1993 in Korva kwam Arnoux wereldkampioen worden. En ja, daar stonden jullie. Ja. Dat is waar, vanuit het ziekenhuis, de koekeloeren. Ja. Arnoux begot. Ja, ik weet het in ieder geval. Dus maar ze blijft niet bij de pakken zitten. En zij heeft gewoon al die kleinere wedstrijden geschrapt. Gisteren, ja, eigenlijk koers voor haar gegeven in Boom. En ze was er niet. Maar of dat het een voordeel is, dat is een ander verhaal. Koers voor haar, omdat het de Niels Albert Cross was. Dus vanuit de hoek van
Ja, PKCP vroeger. Al heeft Niels Albert daar niks meer mee te maken. Wel in tegendeel. Nee, maar ze is wel, ze is wel regerend Belgisch kampioen, Europees kampioen, vice wereldkampioen. Ja, dan wordt er toch verwacht dat je die, dat meisje aan de start gaat krijgen. En dat lukt langs geen kanten momenteel. Dat pleit voor haar, want ze krijgt ook al startgeld. Mm-hmm. Er bestaat ook al zoiets als startgeld bij de vrouwen. Dat zal bij lange niet in de buurt komen van, dat, van de mannen. Maar Sanne Kant is een van de weinige vrouwen die al startgeld krijgt. Het is overigens zo dat iedereen die hier start, ook de kleinste nieuweling, krijgt 25 euro startgeld. Ja. En ze heeft ook een profcontract. Kom je daarmee uit de kosten? Dat is een ander verhaal. Of dat het allemaal om het grote geld te doen is. Of dat je daar uit de kosten mee raakt. Ik denk voor Sanne Kant in het algemeen... Nee, maar ik heb het over die nieuwe dingen. Maar dan krijg je toch wel een tegemoetkoming. Ja, dat is mooi meegenomen. En ik denk ook wel dat ze dat allemaal wel appreciëren. Maar uit de kosten dat komen, wel. Ik denk de papa en de mama, dat die toch nog wel een klein beetje moeten bijspieden. Het is ook zo dat voortaan de vrouwen voor eenzelfde prijzengeld crossen. Hè? Ja, dat moet je als organisator ook maar opdissen. Hè? Allemaal vooruitgang. Nu nog kwaliteit erbij krijgen. En deze cross levert het bewijs dat die kwaliteit er aankomt. Want we hebben nood aan jeugd. Aan frisse elementen die zaterdag en zondag kleuren. En door die koers live op tv te brengen, is het toch wel, wel heel hoopgevend voor deze vrouwen. Sanne Kant onmiddellijk kunnen tekenen voor verschillende jaren. De vrouw aan de kop is 6 jaar ouder dan deze Femke van den Driessen. Geen volle 6. Want van den Driessen wordt volgend jaar in augustus 20. Het is toch in elk geval nog piepjong. Zeg dat wel. Hij blijft ook goed kracht zetten vanuit de onderrug. Ook goed gebruik maken van haar verzet. Deze strook is een klein beetje aan het opdrogen. Hier is beterschap. En, ze houdt het op status quo. Ze blijft op 45 seconden. Dat heeft natuurlijk vooral te maken van de drang van achteruit. Harris achter zich houden met het oog op een veilige afdaling. Daar is ze echt wel vanaf nu. Ja, die moet gaan zigzaggen, bij wijze van spreken een reuzenslalom berg op gaan neerzetten om de schade te beperken. Die komt op 1 en 7. Kant schudt Wyman af. En Talita de Jong komt Wyman bedreigen. Ook boven voor haar deze keer. Kijk, dat deed van den Driessen beter. Zij is aan haar allerlaatste afdaling bezig, op weg naar winst. Het gaat hier wat geven, denk ik. Dat voor denk de thuismeid. Dat denk ik ook wel. Kant een compacte kroster. Wellicht lichaamsbouw. In vergelijking tot gewicht net iets te zwaar om een goede klimster te zijn. Maar dat wordt straks in de vlaktecross weer omgebouwd in een voordeel. Vanwege de mogelijkheid tot groter verzet, groter vermogen. Dat is kiezen voor de zekerheid. Hè? Mm-hmm. Jawel. En dat is had ook... die opsprong niet helemaal onder controle. Nee, maar ik zag het. Het gaat dan ook schuin en het is bergaf. Het is al eigenlijk sterk dat ze, dat nog, dat ze daarin slaagt. Had snel in de mod van, hier ga ik de controle kwijt. En ik moet dit plan herzien. En opletten ook, want ze loopt met geweldige lange spikes. Dat is ook niet zo evident om terug op die of in die pedalen te geraken. Wat me opvalt, dat is dat Jolien Verschuren lang op die trappers blijft lopen. Omdat de Kant daar slecht uit die bocht komt. Ik kan u garanderen, dit wordt straks bij de profs spektakel. Want die gaan niet gaan lopen. Die gaan proberen recht te blijven met alle gevolgen van dien. Heb je je pronostiek nu al moeten herzien? Met datgene wat je nu meer weet? Dit kan alle kanten uit. Zeer moeilijk te voorspellen. Lars van der Haar. Ik neem aan dat hij houdt van deze afdaling. En dat vorig hij jaar ook... zesde. Vorig jaar pas zesde. Ja, ik schat hem dit jaar toch wel 100% hoger in. Minstens. Okay. Zien hoe hij de cross van gisteren verteerd heeft. Daar zien we van den Driessen. Die andermaal vaststelt van er is inderdaad weer beter naar beneden gekomen. Maar die hou ik nu wel af. Hè? Ja, wel. Dit is een stukje berg op. En dat
speelt in haar voordeel. Het pleit voor haar is dat ze blijft jagen. Dat is mooi. Dat was nog even breed uit de bocht. Ja. Ze is er bijna uit die laatste zone. Ja, ze gaat op de verharde weg komen. Dat was vorig jaar de zone de Nieuwelaren. Maar we moeten daar eens over stoppen. Ja, dit was het stukje, Jan. Papa Jan. Vorige week papa geworden. Voilà! Haar onderneming zit erop. Winnen, dat is nog altijd moeilijk. Maar die moeilijkheidsgraad heeft ze nu met de klap weggeveegd. Jolien Verschuren heeft deze wedstrijd zeer snel in handen genomen en maakt die op schitterende wijze af. En de hele streek mag het weten. Terecht. Echt tevreden. En ook leidster in de Bipost Banktrofee na twee manches. Omdat Havlikova om een of andere reden een kat stuurde. 15 bij de tweede ronde, 15 bij de aankomst. En dan wachten. De jeugd komt kijken. En de Koppenberg liegt zelden. Liegt zelden. Nogmaals, dan zijn er een paar zeggen van nee, dat Europese kampioenschap is belangrijker. Maar ik kan me niet inbeelden dat je zo snel op het seizoen een klassement half laat varen. Ik denk dan in de eerste plaats aan Sanne Kant. Daar denkt deze van den Driessen anders over. Zij wordt op een knappe manier tweede. Dan stel ik wel vast dat ze ook in de slotronde nog wat extra tijd heeft moeten prijsgeven. Ze stond achtste op 3,55 in het klassement, maar gaat hoe dan ook een zaak doen. Komt wel niet over Harris, want die stond de tweede in het klassement, maar die krijgt hier 1 en 7 aangesmeerd. Dit zijn de meisjes die bonificaties meepikken, 15, 10 en 5. Kant valt daarnaast. Een Kant krijgt hier van Jolien Verschuren een rammeling van 1 minuut en 20 seconden. Dat is veel. Doe daar nog een halve minuut bovenop hè, met de bonies. Dan kom je aan 1,50. Dan zien we Talita de Jong. Dan zien we Wyman op plaats 6. En dan de grote leegte. Wat een slagpartij uiteindelijk. Hè? Ja. En dit beeld dan. Ik denk dat we naar Christof kunnen. Zeker, bij de winnares die we meteen gaan feliciteren. Wat een heel mooie overwinning, Jolien. Ja, dank u wel. Ik ben echt heel blij met deze overwinning. Deze week hadden er heel wat mensen al gezegd. Ja, Jolien de Koppenberg, dat is voor jou. Dus inderdaad, vorig jaar had ik hier de tweede plaats. En ik had ooit gehoopt om hier ooit een keer op het eerste schavotje te staan. En dat dat nu al lukt, vind ik echt ongelooflijk. Ik ben echt ongelooflijk tevreden met die zee hier. Indrukwekkend, hè? Je bent tenger. Mager, maar zoveel kracht dat uit het lichaam komt, bergop ook, maar ook op de wijde stukken. Ja, ik weet ook niet echt hoe dat komt. Misschien uit mijn verleden. Ik reed vroeger wel heel veel wedstrijden bij de Nevenbond. En dat zijn zo echt wedstrijden waarbij dat je moet stoempen, waar dat er eigenlijk geen technische passages zijn. Misschien dat daaruit ook komt. Ben jij de grote wissel op de toekomst? Ja? Ik zie het nog altijd vooral als mijn hobby. Ik ben bijna fulltime kleuterjuf en dat vind ik ook heel belangrijk. Zolang het goed gaat, probeer ik dat te combineren en we zien wel wat er uit de bus komt. Welke klas? Ik geef sport aan de kleuters, ook een aantal lestijden zwemmen en watergewenning. En dan sta ik 2 dagen in de week in derde kleuter. Wat krijg je daar eigenlijk van terug? Van het fietsen krijg je veel terug, hè? De passie voor een fiets, maar van de kindjes? Ik krijg heel veel terug van de kindjes, heel veel liefde. Ik vind het super om hen ook aan het sporten te zetten. Van mijn collega's krijg ik ook heel veel terug. Ik ga altijd met een grote lach naar mijn werk. En ook al kom ik thuis, heb ik ook nog werk. Ik doe het maar even veel plezier. En wat babbel je goed? Als leerkracht, hè, dat moet je kunnen. Proficiat. Dankjewel. Al respect. Tonnen respect. Bijna voltijds. Dan kun je je de vraag stellen, wanneer traint deze vrouw? Dan moet dat tussendoor, bij wijze van spreken, tussen de soep en de patat. Of s'avonds na de dagtaak of s'ochtends bij het prille ochtendgloren. Dat is wat anders dan het profbestaan van Kant bijvoorbeeld. Hè? Ja, en ze traint altijd met papa, waar ze nog bij woont. We gaan naar Sanne Kant. Sanne, tot nu toe, Gieten, Zonhoven, overal waar zand is, is Sanne Kant. Hier vandaag was het ietsje minder. Beoordeel jij dat zelf ook zo op die manier? Ja, overal waar bergen zijn is Sanne Kant niet precies, maar dan ben ik blij dat vandaag de laatste was dat berg op is.
Ligt het gewoon, ligt het je niet? Is het ook een mentale kwestie? Hoe voel je dat zelf als renster? Goh, ik denk dat je echt in topvorm moet zijn om op zo'n wedstrijden goed te zijn. En ik weet dat ik dat van het moment nog niet ben. Ik begin stil aan te komen. Het was al veel beter als hier onze, maar ik ben gewoon nog niet super. En, ja, dat is logisch, denk ik. Dat was ook de bedoeling. Dat is de planning eigenlijk om richting de kampioenschappen te gaan? Ja, sowieso. Het seizoen is nog heel lang. En december en januari zijn belangrijk. We zijn nog maar eind oktober, dus ik heb nog wel even tijd. En ja, het is niet plezant om zo rond te rijden, maar meer kan ik ook kan alleen maar mijn best doen. En dat heb ik gedaan, denk ik. Dus ik heb gevochten tot in de laatste ronde. Nog één vraagje. Als leading lady in het veld rijden, zeker ook in ons land, als je ziet hoe Jolien Verschuren er vandaag dan rondrijdt, hoe ga jij straks naar huis? Is dat denken, wow, verdorie, dat is echt ook wel een goeie die er zit aan te komen? Of klasseer je dat? Oh, zo was hij vorig jaar ook tweede. Dus het is echt iets dat heel goed ligt. Als je naar een lichaamsbouw ziet, denk ik dat genoeg zegt. Het is wel een klimmerstalent, dat sowieso. Maar je moet altijd uitgaan van je eigen sterkte en niet kijken naar de rest. Dus ik denk dat gewoon het belangrijkste is. Dankjewel. Sanne Kant, die dus inderdaad, zoals Paul al aangaf, uitkijkt naar datgene wat komt. En heel verstandig zei van, ja maar pas op, het is nu gedaan met de klautercrossen. Dat is nagenoeg helemaal waar. Femke van den Driessen met een bomstart. Wyman die dacht van, oeh, dat kan ik niet aan, ik ga niet volgen. Wyman die dan wel het ritme gaat bepalen wat verderop. En dan zien we dat de Verschuren daar al mee gaat. En dat Harris dat ook probeert en dat Kant denkt van, oh, dat kan ik ook. Toen toch nog, hè, in de tweede ronde. Daar maakt ze een foutje en moet ze overgaan naar een loopfase. Van Driessen blijft het klautertempo krachtig bepalen. Maar het is wel Jolien Verschuur die de bonusseconde meeneemt voor Van den Driessen en voor Harris. Wyman die pakt er net naast en Kant komt daar niet in de buurt van ook maar een halve seconde bonie. Ja, en de rest van het verhaal, het is haast volledig geschreven door twee jonge vrouwen. Deze Verschuren, die gebruikt van haar capaciteiten als loopster, de kleuterjuf, die lichamelijke opvoeding geeft aan kleuters. Dat moet een geweldige dagtaak zijn. Maar niet te onderschatten, hè. Niet te onderschatten. Ze kunnen ook wel aan de rok van de juf blijven hangen, een hele poos. Dan ja, hebben we strijd, vooral strijd in de achtervolging. Al gaat die strijd ook uiteen klitten, uiteen schieten, als het ieder voor zich wordt. Van den Driessen die weet heel, heel goed dat als Harris bij haar in de buurt komt in de klauterfase, dat ze dan naar achteren verwezen wordt in de afdaling. Dat doet de technisch geschoolde Harris een stuk beter, komt daar iedere keer weer terug en gaat dan zelfs vaak Van den Driessen voorbij. Dat zegt zij, Jorien Verschuren uit Kruishout, om zich allemaal niks van aan. Ze zet door en wint met glans en tot haar eigen dolle blijdschap, de Koppenberg Cross. Voilà. Femke van den Driessen wordt knap tweede. En Nikki Harris, de geroutineerde, wordt derde. Dat was het podium waarop u moest mikken. Verschuren van den Driessen op 47 seconden, Harris op 53 seconden, Wyman op 1.13, Kant op 1.13, De Jong op 1.23, Van Looy 1.46, Van Paassen 2.08, Kapteins op 2.16, negende. En Hannah Payton, een Britse tiende, op 4.28. Op 4 minuten en 28 seconden in een cross van 43 minuten. Dan zijn er, gezien de 80%-regel, een pak uit de wedstrijd genomen. Paul. Ja, dat is onverbiddelijk. Daar kun je niet aan ontsnappen. Daar wordt nauwlettend op toegekeken. Het sportieve primeert natuurlijk en daar geven ze voorrang aan. En als je een glas kunt verdragen, dan trotseer je ook de relatieve frisheid. Vader Peter van den Driessen was crosser. En de twee broers van Femke zijn ook actief in het veld. Aha, ja, ja. Peter van den Driessen is de naam. Ja, helemaal uit het milieu geplukt. Ze zal heel veel aandacht krijgen, ongetwijfeld. Zullen we eens naar de belofte kijken? Ja. Dat gaan we doen. Dat lijkt me inderdaad een uitstekend idee.
Het is een beetje zoeken. Hou vooral de man daar met het gele streepje van Telenet Fidea in het oog. Dat is namelijk Quinten Hermans. En die gaat er geen gras laten overgroeien. Anderen doen dat wel. Daar in de beginfase tegen de grond gaan het gras gaan opzoeken. Dit is Quinten Hermans, die gaat zomaar naar de kop. Daan Hoeybergs, de winnaar in Gieten, wil hem volgen. Doorgaans zijn dat de twee snelle starters zonder omkijken. En het wil wel eens voorvallen dat ze dan in de rest van de cross een tik moeten verwerken. Is dat ook vandaag zo? Elie Iserbiet is niet van de partij. Iserbiet die de eerste manche in Ronsen met overmacht won. Kijk naar de technische capaciteiten van Quinten Hermans. Die doet dat uitstekend. Hier zien we Yannick Peters in vierde positie door de bocht gaan. En Jonas de Grote, ook een naam om op te schrijven, die is daar als vierde voorbij gekomen. Braam Merlier zit er nog tussenin en dat is de broer van de ondertussen ook al wat groter Merlier. Hier zien we Nieuwenhuizen. Hier hebben we Van Tichelt die tegenvalt vandaag. Niet echt in het stuk voorkomt. Dat doet deze Quinten Hermans wel. Hij zet druk in de tweede ronde. Gaat er pezig vandoor. Het is wel zo dat als Iserbiet erbij is, dat dan in de slotfase die Quinten Hermans uit de sender loopt, meestal lik op stuk krijgt. Dan zien we Nieuwenhuis. Dan zien we ook Daan Hoeybergs. Die wordt daar voorbij gereden door Jonas de Grote. En dan schuift ook Yannick Peters mee voorin. Die hangt daar nu in vierde positie. Hè? De vraag is, valt Quinten Hermans terug? Vinden deze twee elkaar in de achtervolging? En kan Peters ook eventueel nog aansluiten om zijn duit in het zakje te doen? Hier hebben we de Grote, die ook al goed voor de dag kwam in vorige crossen, voor ereplaatsen. Peters ging daar wat wild uit de bocht en kan zich maar net met moeite overeind houden. En gaat dan zijn smalle, pezige lijf weer in het rood duwen, dringen. Dit is het punt waarop de Grote Quinten Hermans zo goed als te pakken heeft. Je zou zeggen van, die zit nu aan het wiel. Hè? Dat is heel even nog diep bijtanken en er dan naartoe. Maar dan komt die afdaling en dan gaat u merken dat Hermans dat op een goede manier doet. Betere lijnen uitkiest. Dat Jonas de Grote daar wat sukkelt. Last heeft met zijn ros. Dat tegenstribbelt tussen zijn benen. Dat is heel ambetant. En dan zien we dat de Nederlander Nieuwenhuis dat ook niet echt te soepel doet. Quinten Hermans is dik in orde. Het is eigenlijk wel straf dat hij half cross de adem van Jonas de Grote voelt. En dat hij toch zegt van, nee, ik kijk niet om. Ik ga door. De Grote is een krachtpatser. Slaagt erin de Nederlander Nieuwenhuis van zich af te houden. Jonas de Grote zit ook met dat klassement in zijn hoofd. Niet met de dag zeggen, want die is voor Quinten Hermans. Die godzijdank voor hem die prachtige solo ook mag afronden. Hij wint met een voorsprong van 17 seconden op uiteindelijk Jonas de Grote. Die in afwezigheid van Iserbiet leider wordt. Riant leider zelfs. Nieuwenhuis wordt derde op 29 seconden. En Yannick Peters vierde op 57 seconden. Dan volgen Jacobs, de Zwitser, Schuurmans, Budding, Merlier, Tupalik en Hoeybergs. We gaan meteen live door naar het podium bij de vrouwen. Daar staat Nikki Harris. Zoals haar dat opgelegd is met Pet. Sponsor moet ook recht hebben. Aangename kennismaking met Femke van den Driessen. Die een stukje bergop kan rijden. En nu gaan we nog meer vreugde zien uit het kamp van Telenet Fidea. Met Jolien Verschuren. Haar eerste grote overwinning. Kassei van de Koppenberg gebracht met ook Sari die natuurlijk de zoenen. De ruiker. De zoenen van de gestelde lichamen. En dan een tongetje waarvan ik me afvraag, wat gaat ze daarmee aanpakken? Dat gaat ze aan haar laten voorbij gaan, neem ik aan. En de kassei natuurlijk. Hè? Ja, wel. Fel begeerd. Hè? Als je zag hoe dat ze daarmee omging. Daar is Femke, niet van den Driessen, maar Herijgers. Dat wordt een kleinood. Ik zou dat eens meenemen naar de klasjes. Want als ze lichamelijke opvoeding geeft, gym, dan is dat in meerdere klasjes. Hè? Ik zou de kinderen moeten toch tenminste eens een keertje over die kassei gevreven hebben. Ze zullen er enorm trots op zijn, in ieder geval.
het podium. Gezien de bezetting van deze cross niet helemaal onverwacht. Nee. Van den Driessen op 2, dat had ik vooraf niet op mijn blaadje durven schrijven. Maar Verschuren op 1, dat had wellicht gekund. Dat had gekund. Ja. He, met het wetende dat ze vorig jaar al dichtbij was. Ja, zwaar. Van 2 naar 1. Dat is het verhaal van Jolien Verschuren op de Koppenberg. Christophe.